We zijn weer in Asten voor onze roadtest. Deze keer met een Scania Super. En dan wel de 560 pk uitvoering. Die is niet helemaal nieuw. Het is wel voor het eerst dat we hem op onze testroute hebben. En helemaal nieuw aan deze auto is dat Scania weer nieuwe software heeft ontwikkeld om nog zuiniger te rijden. En volgens Scania is het minder irritant dan die echte spaarpotversies. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan vandaag een beetje foto's maken, rondjes rijden hier en wat metingen doen. Morgen nemen we mee de Ardennen in. En je leest het allemaal weer in Big Truck. Ja, de Scania R Highline cabine, wat kunnen we ervan zeggen? Wat je hoort aan geruis overigens, dat is de stand airco die goed zijn werk doet. We staan nu stil op een bloedhete parkeerplaats, maar dat is hier bijzonder aangenaam. Ja, een bekende cabine, kleine motortunnel, toch staanhoogte, ruimte voor twee bedden of een grote kastenwand zoals in dit geval. Ook voor mooie kastjes. Verder, ja, qua dashboard, er komt wat nieuws aan, dat weten we. Er is inmiddels een officieel persbericht geweest dat er een helemaal digitaal dashboard komt. Ik ben zeer benieuwd, hebben we nog niet gezien. Komt volgend jaar op de markt, als ik het goed heb begrepen. Deze heeft het optionele schrijftafeltje aan de bijrijderskant. En ja, verder een mooie koelkast onder het bed en nog een schuiflader voor andere spullen. Ja, eigenlijk niks mis mee. En het voordeel ten opzichte van de S is dat hij maar 3 instaptreden heeft. Waar de S de 4 heeft natuurlijk. Ja, zoals gezegd, voorin een riante kastenwand. Dat is standaard natuurlijk bij Scania. Tegen de achterwand geen bovenbed, maar een optionele extra kastenwand. Hele grote kasten. Reuze handig als je wat langer weg bent. Kun je lekker veel spullen kwijt. En, maar goed, het is een keuze. Je neemt of een bovenbed, kun je ook heel veel spullen kwijt, of een kastenwand. Je ziet het, we rijden 83 en dan staat hij in de overdrive, dat is eigenlijk de 13e versnelling dus. En
En dan, ja, dan draaien we amper 800 toeren. Dat is echt heel weinig. Hoeft niks te gebeuren of we schakelen weer terug naar 12. Merk je verder niks van. En, maar ja, dat is wel, dat is nou precies waarom deze auto nog weer zuiniger is dan zijn voorganger. En dan vooral de manier van overschakelen en de manier van gas geven op de cruise control met al die nieuwe software, ja, daar haalt Scania dan toch weer die winst vandaan. En daar winnen ze dan toch weer die 2%. En ja, de supermotor die was al 8% zuiniger, weer 2% erbij. Dus ja, we gaan natuurlijk uitrekenen aan het eind van de test, maar als ik dit zo zie, dan ja, kan dat bijna niet meer fout. Ja, de nieuwe software in de praktijk, en ja, het is wel heel geavanceerd allemaal. Alle systemen, het heeft allemaal met elkaar te maken. We rijden hier in het standaardprogramma in de berg, want in Eco dan wordt die misschien een beetje al te soft. Maar dankzij die nieuwe software kun je gewoon op ACC blijven rijden zonder dat dat je verbruik beïnvloedt. Ja, het is wel heel geavanceerd en ik heb tot nu toe nog niet het idee gehad dat hij het rustig aan doet ofzo. Hij gaat nu bijvoorbeeld op dit moment iets van het gas af. Want ik zie zelf ook dat ik straks naar beneden ga. Ja, hoe erg is het? De gemiddelde snelheid heeft het geen invloed op, maar op je verbruik wel. Ja, dat is even een stapje, dan moet je chauffeur misschien even overheen, dan moet je even naar wennen. Want het werkt echt.